Dag dames en heren. De dag ging nog op veel plaatsen grijs van start met uitgestrekte wolkenvelden en lokaal nog een bui. Maar in de loop van de dag zagen we vanuit het oosten de zon steeds beter doorbreken. Er waren ook nog wel wat vriendelijke stapelwolken, maar toen bleef het ook op de meeste plaatsen gewoon droog. We zien in de natuur natuurlijk ook al steeds meer lente verschijnen en dat zal de komende tijd niet veel anders worden. Het is echter wel de vraag hoe warm het later in de week nog kan worden, want de weersverwachting is toch een klein beetje gewijzigd. Komen we zo op terug. De komende dagen is het in elk geval wel mooi weer en dat heeft te maken met een krachtig hoge drukgebied ten noorden van ons. Daarmee staat een vrij stevige oostelijke stroming in onze regio en die oostenwind voert vrij droge lucht naar onze omgeving aan. Daardoor krijgt de zon vrij veel ruimte, maar aan het eind van de animatie zien we boven Oost-Europa en boven Duitsland een krul met bewolking en ook wat regen verschijnen. Nou, dat bereikt ons waarschijnlijk donderdag. Wanneer op de dag is nog een beetje onzeker, maar dat kan wel echt voor een duidelijke weersverslechtering gaan zorgen, ook voor de dagen daarna. Nou, vanavond is het nog wel overal mooi. Er zijn zonnige perioden, de temperatuur daalt langzaam naar een graad of 10 en de wind neemt geleidelijk in kracht af. Dat zorgt er wel voor dat het komende nacht vrij sterk kan afkoelen. Met name in het binnenland zijn temperaturen van 2 of 3 graden boven nul mogelijk en op beschutte plaatsen zou het aan de grond dan wellicht een graadje kunnen gaan vriezen. Morgen neemt die wind weer stevig in kracht toe, windkracht 4 tot 5. En in de kustgebieden en het noordwesten van het land van tijd tot tijd de windkracht 6, uit het oosten dus. Daarbij haalt de temperatuur weliswaar ongeveer 14 graden, maar door die wind voelt het echt een stuk kouder aan. Het weerbeeld is wel vriendelijk, met zonnige perioden, met name landinwaarts in de middag ook wel de vorming van stapelwolken, maar het lijkt overal droog te blijven. Datzelfde geldt voor woensdag, ook dat wordt een hele aardige dag met zonnige perioden en temperaturen van gemiddeld 14 graden. In het zuiden van het land wellicht lokaal 16 of 17 graden. Maar vanaf donderdag krijgen we dus met dat lage drukgebiedje te maken. Dat zorgt voor een daling van de temperatuur. Een aantal buien volgen er ook vanuit het oosten. Ook de dagen daarna houdt de kans op een paar buien aan, maar dan komen we wel tijdelijk weer in de wat warmere lucht terecht. Met name op zaterdag zijn temperaturen mogelijk tussen de 15 en 18 graden. Is wel tijdelijk, want gaan we wat verder kijken, dan zien we dat die piek van de temperatuur rond vrijdag, zaterdag valt. En daarna draait de wind waarschijnlijk toch weer naar het noorden. Krijgen we met beduidend kouder weer te maken. En misschien dat het in de loop van volgende week in de nachten zelfs alweer een graadje kan gaan vriezen. Ik wens u een mooie dag.